Dank voor deze uitnodiging. En fijn dat wij hier vandaag bij elkaar kunnen zijn. Van, hij gaat wat zingen. Zullen we het zo doen? Nee, ik ga het doen. Gewoon doorgaan? Oké. Okay. Ik ga gewoon door. Dat we hier bij elkaar kunnen zijn vanwege zo'n bijzondere gelegenheid. Want de opening van een nieuwe locatie, of een oude historische locatie in een nieuw jasje, is toch heel bijzonder. En ter voorbereiding aan vandaag heb ik ook aan onze griffier gevraagd, Ton Keizers, om nog eens even terug te komen op de besluitvorming. Het voormalige klooster Eimerviel in Stevensbeek is door het Centraal Orgaan Asielzoekers, oftewel het COA, te koop aangeboden. En voor de scholengemeenschap Stevensbeek diende er noodzakelijke uitbreiding gerealiseerd te worden. En onderzocht werd of die huisvesting in Eimerviel haalbaar is. En het onderzoek bleek dat het realiseerbaar is. En de financiële aspecten voor zover mogelijk zijn onderzocht. En op basis van de thans beschikbaar zijnde informatie is die aankoop van Eimerviel ten behoeve van die onderwijskundige vernieuwingen en voorzieningen een geëigende weg om te voorzien in die huisvestingsbehoeften van scholengemeenschap Stevensbeek en de noodzakelijke gymnastiekvoorziening. Het schoolbestuur van scholengemeenschap heeft zich positief uitgesproken voor die huisvesting en met COA is vervolgens ook geprobeerd en onderhandeld over die aankoopprijs. En werd de raad voorgesteld om Eimerviel aan te kopen. En inderdaad, op 31 januari 2005 was de dag dat de raad van Sint-Antonis besloten heeft tot aankoop van dat voormalige klooster. Maar daar zijn we er nog niet. En mocht u nu bang zijn dat ik in de rest van mijn speech inderdaad ook die hele geschiedenis nog een keertje doorga, heb ik het dus net goed gedaan, dus dat zal ik u niet doen. Maar de raad van Sint-Antonis en de voormalige wethouder, mevrouw Roos Abe, hier vandaag ook aanwezig, hebben nog diverse keren gesproken over deze locatie en de invulling van de gymzaal, CQ de sportzaal en het gebruik voor de verenigingen, oftewel de inwoners van Stevensbeek, de lagere school en het voortgezet onderwijs en dus ook de leerlingen van Metameer of toen nog scholengemeenschap Stevensbeek. Locatie Kloosterstraat. 3, 2, 1. Nee, we gaan niet dat konijn vragen. Bedankt, Marleen. En ik wil even naar voren vragen.